praten naar D66, mevrouw Dijkstra. Ja, ik wilde mij in feite aansluiten bij wat mevrouw Verbeet zegt en wat ook van Renske Leijten kwam. De kleinschaligheid is heel belangrijk. Als D66 willen we daar ook heel sterk op inzetten. De zorg dicht bij de patiënt. Wat overigens, de huisarts werd ook even genoemd en het gebrek aan deskundigheid soms bij de huisarts op dit terrein. Wat ik aan de heer Scheltert zou willen vragen is, zijn er eigenlijk genoeg geriaters in Nederland die dit vakgebied kunnen overzien? En zijn er genoeg huisartsen met voldoende deskundigheid? Want ik denk dat daar op dat punt, als het gaat over het serieus nemen van dementiepatiënten, ook nog een hele hoop te doen valt. Gaan we zo meteen op in, dat is nog een heel blokje. Ja. Maar echt standpunt van D66? Nou ja, dat betekent dat wij ook heel belangrijk vinden die kleinschaligheid, zoals ik al zei. Dus daar sluit u zich bij aan? En daar sluit wel ons bij aan. En ook dat er heel veel aandacht komt voor de mantelzorgers. Dat je ook, hoe regelen we dat? Nou, ik denk dat we voor mantelzorgers ook veel aandacht moeten vragen. En dat ook bij werkgevers en werknemersorganisaties. Dat is op dit moment al gaande, er inspanningen moeten worden verricht. Laten we dat verplicht stellen bij werkgevers en werk? Nou, ik vind alles wat je verplicht stelt, maakt je weer ingewikkeld. Er wordt op dit moment op allerlei consonanten gesloten. Mm-hmm. Er is steeds meer aandacht, ook bij het bedrijfsleven, voor de noodzaak om... Ik hoor hier, het schiet niet echt op, mevrouw Leijten. Nee, Donner heeft toen hij minister van Sociale Zaken werd een beroep gedaan op het bedrijfsleven om het op te nemen in cao's, hè, op de sociale partners, werkgevers, werknemers. En het aantal cao's waarin het is opgenomen, mantelzorgverlof, is niet echt gestegen. Daar waar het wel al een onderwerp was, zijn eigenlijk de voorzieningen verbeterd. Dus is er bijvoorbeeld een langere termijn afgesproken dat je voor een partner kunt zorgen. Ja. Dus u zegt het beroep is niet voldoende. Hoe zou u het dan doen? Nou, ik denk dat het heel erg verstandig is dat we zorgen dat in iedere cao mogelijkheid is voor mantelzorgverlof. Oké, in de cao, mevrouw Dijkstra. Uiteindelijk wil je daar graag naartoe, maar om dat op te leggen, dat vind ik weer... Vindt u te rigide? Ik denk dat als ik kijk, ik ben afgelopen week op een conferentie geweest over werk en mantelzorg, waar heel duidelijk een toename is van de belangstelling bij werkgevers om hier wat aan te doen. En met name natuurlijk de werknemersorganisaties waren daar ook om een convenant te tekenen. U ziet bereidwilligheid? Ik zie bereidwilligheid, ik zie de toename ervan. En ik mag hopen dat net als op andere terreinen werkgevers de business case zien van het noodzakelijk maken dat mensen die voor hen werken, dat die kunnen combineren met mantelzorg. Dat tot iets leidt. Ja, ik ga even naar meneer De Vries en mevrouw Schap krijgt natuurlijk uiteraard ook nog. Meneer De Vries, u heeft... Ik heb rood gestemd. U heeft rood gestemd, dus u bent... Ja, ik zie dat we ze wel serieus nemen. Nederland neemt Alzheimer-patiënten en dementiepatiënten absoluut serieus. Dat blijkt natuurlijk alleen al uit het feit dat heel veel mensen ook betrokken zijn bij dementiepatiënten. Gewoon in hun dagelijkse omgeving. Dat neemt alleen maar toe. Er is hoogstens verlegenheid op het moment dat ze daar mee geconfronteerd worden. En ook... verlegenheid en soms ook onmacht van hoe ga je met die problematiek om in je eigen omgeving. Dat zie ik wel. Tweede punt is dat ik in de politiek zie dat het debat over ouderenbeleid steeds meer het debat wordt over Alzheimer. We hebben begin dit jaar nog een debat gevoerd met de toenmalige staatssecretaris. Wij hebben als CDA-fractie twee thema's gekozen. 1. Eenzaamheid en 2. Alzheimer. Dat zijn de maatschappelijke vraagstukken waar het gaat om ouderenbeleid waar wij als samenleving tegenaan lopen. En dat vertaalt zich wat ons betreft, zo staat het ook in het verkiezingsprogramma, dat er gewoon een voldoende aanbod komt voor aan samenhangende zorg. Ik zeg heel bewust samenhangende zorg. Het gaat niet alleen om die huisarts, het gaat niet alleen om het verpleeghuis. Het gaat om totale zorgaanbod rondom de Alzheimer patiënt en tegelijkertijd ook zijn of haar sociale omgeving. En onderzoek. Ja, is wel een goed punt. Ik ben eigenlijk getriggerd door die opmerking. En een collega van u uit Nijmegen sprak mij vooraf aan dit symposium al... op die vragen aan, ik zie ze zo snel niet zitten. Maar ik denk echt, heel veel partijen, waaronder het CDA in ieder geval, zeggen van ik moet meer geïnvesteerd in innovatie en onderzoek. Hè, dat draagt ook bij in onze kenniseconomie, draagt ook bij in onze economische ontwikkeling. Ik denk dat het maar het we zijn vaak heel eenzijdig gefocust op de meer sexy technische onderwerpen. En ik denk dat dit een maatschappelijk probleem is wat ook investeringen vraagt. Dus ik denk dat een goed onderzoeksprogramma,
al dan niet ondersteund door Alzheimer Nederland, absoluut ook kans moet maken in de komende periode. Miljoenen zijn er. Oké. Okay. Mevrouw Sap, bij wie sluit u zich aan? Wat doet GroenLinks? Nou, ik vond, laat ik eerst de stelling even op ingaan. Ik vind het een pittige stelling, dus ik heb echt even zitten twijfelen. Ja. Ook zitten twijfelen omdat ik, nou het was het anderhalve maand geleden, bij een groot congres van Alzheimer Nederland voor alle vrijwilligers was. En echt geraakt was door de enorme inzet van al die honderden mensen en duizenden mensen in Nederland die dagelijks werken met Alzheimer patiënten. Dus ik neigde even naar rood. Maar als ik naar het beleid kijk, had ik toch groen opgestoken. Want? En als ik naar het beleid kijk, dan sluit ik mijijn kortzijdshalve aan bij Renske Leijten. Er is gewoon heel stevig bezuinigd de afgelopen periode. Stevig bezuinigd op de begeleiding, de lichte vormen van begeleiding. Die zijn overgeheveld naar de gemeente, zonder dat het budget meeging. Althans maar een heel klein stukje budget. En je dat ziet, is dan naar de WMO gegaan? Dat is naar de WMO gegaan. En je ziet dat dat met name ten koste is gegaan. En ik vond van twee groepen, de hoofdgroep zijn ouderen met lichte dementie. En een kleinere groep zijn jongeren met lichte vormen van autisme. Maar dat vind ik een hele ernstige zaak. En daarom ik wil even mijn punt kunnen daarom hebben we nu juist, dat heeft de CDA-fractie ook geëist bij die pakketmaatregelen, waar we hebben gezegd, lichte vormen van beperking kom je niet meer aanmerking voor de begeleiding. Want we hebben juist gezegd, voor dementiepatiënten willen wij op het moment dat de diagnose gesteld is, die begeleiding gegarandeerd hebben. Die toezegging is als goed is gestand gedaan. En anders horen we het wel van Alzheimer Nederland. Maar dan komen we dan ook wel terug, ook in de evaluatie, of het ook goed zo uitwerkt in de, of de regels die we zo gemaakt hebben ook goed uitwerkt. Voordat het een debat wordt, want ik wil toch even die toezegging is volgens mij niet volledig gestand gedaan. En je ziet ook nog eens dat het geld wat wel naar gemeentes is overgegaan, door veel gemeentes niet gebruikt werd om alternatieve voorzieningen voor ouderen met lichte dementie op te zetten. Dus daarom hebben wij een paar maanden geleden ook een motie van mevrouw Robert van de PvdA mee ondertekend om dit te gaan oormerken. Dus je ziet echt dat er een probleem is ontstaan en dat er een gat is gevallen op de korte termijn. Oormerken, nou, met andere woorden, dat als je het overhevelt, dat je dan zegt, je mag het nergens anders voor gebruiken dan voor... Nou ja, laat ik het punt rondmaken, want kijk, GroenLinks is ook warm voorstander van kleinschaligere vormen van zorg. En voor een deel leent die overheveling van AWBZ naar gemeentes zich daar heel goed voor. Want gemeentes zijn vaak beter in staat om zorg echt dicht in de buurt, dicht in de wijk te organiseren. Maar waar het probleem zit, is dat we weten allemaal dat op termijn die kleinschalige zorg goedkoper kan zijn. Maar veel partijen willen daar nu al een voorschot nemen. En dat vind ik heel gevaarlijk. Waarom? En wat je gezien hebt eigenlijk bij die pakketmaatregelen in de AWBZ, je bezuinigt het bedrag al weg, voordat de voorzieningen er zijn, dan gaan gemeentes het gewoon niet oppakken omdat ze geen geld hebben en omdat ze ook heel veel andere prioriteiten hebben. En dan is dat dus eerst een probleem, dan valt die groep tussen wal en schip. En uiteindelijk, als die problemen scherp zichtbaar worden en als mensen zich gaan roeren en als beroepsgroepen zich gaan roeren, dan wordt het wel weer opgepakt. Maar dan hebben ondertussen mensen van zorg verstoken gezeten. En dat vind ik echt onacceptabel. Oké. Ik kijk even naar de zaal, want er zit een... Wacht. Ja. Eerst applaus.